Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. And that you could, for example, have the power within one night to dream 75 years of time. Or any length of time you wanted to have. And you would naturally, as you began on this adventure of dreams, you would fulfill all your wishes. You would have every kind of pleasure you could conceive. And after several nights of 75 years of total pleasure each, you would say, well, that was pretty great. But now let's have a surprise. Let's have a dream which isn't under control. Well, something is going to happen to me that I don't know what it's going to be. Kan je de vorige vlog nog herinneren? Die over die marathon. En die vriend van mij die dus de marathon uitliep. En dat ik dat dus zelf ook heel graag wilde. And you would dig that and come out of that and say, wow, that was a close shave, wasn't it? And then you would get more and more adventurous. And you would make further and further out gambles as to what you would dream. Dit is van de meneer Boas. Ik heb 2 dagen geleden voor het eerst een halve marathon gelopen. 21,5 kilometer. Getting there. And finally, you would dream where you are now. Ik hoop niet dat ik het voor niks heb gedaan. Zover ik kan zien, blijft het wel zitten. You would dream the dream of living the life that you are actually living today. Het is gestopt met regenen. Alles zit er nog op, maar het is niet helemaal het effect wat. Weet je, het gaat om de boodschap. Oké, let's do it. Dit is een speelgoed drone. Deze video gaat over drones, maar ook over dankbaarheid. En eigenlijk om dat uit te leggen moeten we even een paar weken terug in de tijd. Toen maakte ik deze video. Ja, dat is doopgek. Wow, joh. Vindt u het mooi, meneer? Ja, ik vind het hartstikke mooi. S'avonds nergens verzomd van meer. Nog een tijdje en ze komen zo je pakketjes bezorgen. Dat geloof ik, ja. Ja. Het mogen duidelijk zijn, drones zijn super vet. Het enige probleem is alleen dat ze zijn erg duur. En ja, het geld had ik gewoon niet. Totdat dit gebeurde. An idea. Dus wij hebben jullie hulp nodig. Dus daarom zijn wij op zoek naar 100 mensen die allemaal 10 euro willen geven, of 1 iemand die 1000 euro wil geven. Dat is nog beter. Ik ben jullie zo dankbaar, hè? En nu heb ik dus een doos. Wacht even. Ik heb eens. Wacht even hoor. Eigenlijk 2 dozen, maar dit is de belangrijkste.
En ik dacht, ja, laat ik hem dan ook maar gewoon met jullie uitpakken. Ja, yeah, baby! Even mijn handen wassen. Ik heb hem. De DJI Mavic Pro dus. En voor iedereen die houdt van technische snufjes en unboxings en dat soort dingen, heb ik dus een speciale aparte video gemaakt, genaamd Mijn Drone. Er zit een unboxing in, er zitten specs in, alles wat je wil weten over die drone. Maar omdat er ook mensen zijn die daar echt helemaal geen om geven, heb ik dat dus uit deze video weggelaten. En wil ik eigenlijk overgaan naar het onderwerp dankbaarheid. En ik heb dus zitten nadenken, hoe kan ik jullie nou het allerbest bedanken? Nou, ik denk dat ik een vet idee heb. Ik dacht namelijk dit. Als je iemand bedankt, dan doe je dat regelmatig met een bloemetje. Start de montage. Ik kan jullie niet allemaal apart een bloemetje komen brengen. Dus heb ik denk ik iets anders tofs bedacht. En daarvoor moeten we nu, als de wiede weer gaat, op pad. Wauw. Hey. Ja, zo, is dat wel mooi met het zonnetje erbij. Zo. Net, oeh, even minder, mooi uitzicht joh. Geweldig. Hey, jullie een fijne dag hè. Hoi. Dankjewel, groeten. Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. And that you could, for example, have the power within one night to dream 75 years of time. Or any length of time you wanted to have. And you would naturally, as you began on this adventure of dreams, you would fulfill all your wishes. You would have every kind of pleasure you could conceive. And after several nights of 75 years of total pleasure each, you would say, wow, that was pretty great. Het is echt vet. Jammer dat het geen mooi weer is, maar vet is het echt dope. But now let's have a surprise. Let's have a dream which isn't under control. Well, something is going to happen to me that I don't know what it's going to be. And you would dig that and come out of that and say, wow, that was a close shave, wasn't it? And then you would get more and more adventurous and you would make further and further out gambles as to what you would dream.
wou even terugkeren. Ik heb geen idee meer waar die is namelijk. Oké. Spannend. And finally, you would dream where you are now. You would dream the dream of living the life that you are actually living today. Society now, well,